festiviteiten van het 100-jarige jubileum van de Statenkwartier heel veel mensen vroegen wanneer is de volgende keer. En dat is precies waar ik op hoopte. Ik hoopte dat de activiteiten die we dit jaar hebben georganiseerd een vervolg gaan krijgen op wat voor manier dan ook. Zodat we het wijkgevoel en het wijkgevoel in het Statenkwartier vergroten. En de verbinding met de mensen in de wijk ook kunnen vergroten. En dat is helemaal uitgekomen. Ik zeg Statenkwartier, wat zegt u dan? Hele plezierige wijk om te wonen. Ik woon er al ruim 40 jaar. En hele goede contacten, ook op straatniveau. We hebben een gezellige straat waar we dan straatdiner hebben en straatborrel en dat soort dingen. Het is qua ligging ook prima. Tussen strand. Buiten zijn dus. En aan de andere kant het centrum. Dus in alle opzichten een hele moeilijke wijk om te verlaten. Als je langzamerhand de leeftijd bereikt, dat je wat kleiner wil gaan wonen. Wij wonen er sinds eind jaren 80. En het is voor mij gewoon een fantastische buurt om in te wonen. Nou, wat vindt u vooral erg leuk in het Statenkwartier? De hele sfeer. Ja, ik kan natuurlijk geen andere wijken noemen, hè? Dus dat doe ik ook niet. Maar het is gewoon een hele prettige sfeer natuurlijk met een fantastische winkelstraat door het Statenkwartier. En wat heerlijk is de zee dichtbij. Een fijne leefomgeving. Mooie wijk, prachtige huizen, mooie route, struinen door het Statenkwartier, geweldig hoekje. Dat heb ik gedaan, actieve wijk, maar mensen kennen elkaar al lang. Over het algemeen of zijn experts en als ze elkaar lang kennen, kom je er niet zo makkelijk in. Maar dat is meer haaks, denk ik, dan Statenkwartier. Dat ik 63 jaar in de wijk woon, maar nog veel meer. Want we hebben eerst in de Van der Heijnstraat gewoond. Toen zijn we naar de Helpstraat verhuisd, op mijn zevende. En toen ben ik daarna nog eens op kamers geweest in de Van Beuningenstraat. En nu wonen we al 41 jaar op Frederik-Hendrikplein. Leuke mensen, borrels en wijkoverleg en bomen planten. We zitten nu de lijnen te trekken van waar het boombankje komt en waar de grote plantenbak komt. Om de hele boom heen of alleen hier omheen? Dit is een beetje stom, hè? Nee, ik zal hem alleen daaromheen doen. Ja? Ja, leuk. Met een hele mooie toast. Dit is een tijdcapsule van de bewoners van het Statenkwartier 28/11/2015. En hierin zitten brieven en gedichten en tekeningen van kinderen uit de wijk, maar ook van wijkbewoners. En in die brieven wordt dan iets van gezegd, een boodschap gegeven voor de bewoners na ons. Dus er zit bijvoorbeeld een brief bij van een meisje en die heeft bijvoorbeeld een boom getekend. En daar heeft ze dan bijgeschreven, ja, ik teken maar een boom, want ik weet niet zeker of er dan nog wel bomen zijn over 50 jaar. Dan weten jullie in ieder geval hoe ik een boom eruit zag. Dat soort brieven en ook allerlei dingen over straks zijn er helemaal geen winkels meer, misschien in de Fred, want alles wordt dan gekocht via internet en er zijn overal robots en praten jullie nog wel met elkaar, dat soort dingen allemaal. Maar ook gedichten van de drogist bijvoorbeeld. En Wieteke van Dort die heeft nog een heel verhaal geschreven met herinneringen aan de wijk. Dat soort dingen zit hier allemaal in. Ja, mijn kip is ook. En gaat dus de grond in. Ja. Dit wordt ongeveer de boom als hij wat groter is geworden en in volle bloei staat in de herfst. Dus hij wordt mooi rood. Dus dat is een beetje het verhaal. Ter gelegenheid van het 100-jarige bestaan van het Statenkwartier. De amberboom. Dat is.